Klimaatverandering, er wordt heel wat over afgepraat. Maar hoe maak je dat wereldprobleem nou zo klein dat jij de oplossing in handen hebt? Hier, rond Lichtenvoorde, weten ze het wel. Kijk hoe vier mensen, zoals jij en ik, heel eenvoudig in actie kwamen tegen droogte, wateroverlast en hitte. We gaan naar een boer, ondernemer, school en naar de Zwarte Cross. Ga je mee? Ja. Hey, hallo, wie ben jij? Goeiedag, ik ben Erwin Nijrolder, melkvelder in Vragender. En dat is in de Achterhoek, dat is mooi wonen en boeren toch? Boah, niet altijd. Mijn bedrijf ligt op de bult, op droogtegevoelige zandgrond. Bij extreme droogte groeit het gras hier niet en hebben de koeien gewoon weinig te vreten, simpel zat. Ai, dus je moet voer bijkopen in droge perioden. Dat kost een hoop. Ja, dat klopt. Maar je kwam in actie. Vanuit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer heb ik boerenstuwen aangelegd op mijn percelen, zoals deze hier. Het oogt allemaal misschien wel klein, maar veel kleintjes maken toch één grote. Zo is het. Maar wat doen die stuurtjes nou precies dan? Water stroomt nu met een regenbui minder hard naar Lichtenvoorde. En zakt bij mij in de grond om te bufferen voor droogte. Twee vliegen in één klap. Mooi, Erwin. Nog een boodschap voor ons? Deze plek is klimaatkloor. Doe je ook met? Hallo, wie ben jij? Ik ben Karin Rog van Düsseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek in Lichtenvoorde. Je bedrijf ligt op een industrieterrein, zie ik. Dat klopt, een heel mooi bedrijventerrein, maar wel veel met harde materialen en weinig groen. Helaas, dat geeft toch wel wat hitte in de zomer. Ja, hittestress noemen we dat. En daar heb je wat aan gedaan. Dat klopt, daarom hebben we afgelopen winter 3 klimaatbomen geplant bij ons pand. Een beetje groen tussen het grijs. Goed bezig. Zeker goed bezig. Natuurlijk voor ons bedrijf, maar ja, nog belangrijker voor het klimaat. Nu zijn ze nog klein, maar straks hebben we hopelijk meer schaduw en een veel mooier entree van ons gebouw. Gaat dat echt een verschil maken, die 3 bomen? Alleen bereiken we natuurlijk niet zoveel. Daarom hopen we op meer ondernemers die wat meer groen gaan toevoegen aan dit grijze bedrijventerrein. Deze plek is klimaatklaar. Volgt u? Die zijn goed bezig. Op naar een school, in actie, in het groen. En over actie gesproken, blijf kijken. De modder vliegt je zometeen om de oren. Wat een gezelligheid. Wie ben jij? Hi, ik ben Marloes van de Antonius School in Vragender. Hoi Marloes. Waar ben je? Natuurgebied het Vragender Veen. We krijgen hier ook vaak les. We zoeken dan beestjes die we bekijken met onze loeppotjes. En we leren over bomen, planten en paddenstoelen. Wat leuk. Dat wil je vast elke dag wel doen. Graag. Het liefst op het schoolplein. Op het schoolplein? Ja, graag willen we op school zelf ook in een tuintje werken. En buiten les krijgen natuurlijk. En wij willen spelen in het groen. Daarom maken we een ontwerp voor een groen schoolplein! Nu kunnen we alleen nog maar zo. En dan kun je om het hele schoolgebouw heen, zo. Ben je happy, Marloes? Ja, ons plekje is dan klaar. En op zijn allerhardst... Ik ben Alois Dessing van de crossclub MHCL in Lichtenvoorde. En dat is precies de plek waar tijdens de Zwarte Cross die pk's worden losgelaten en de gekkigheid regeert. Tienduizenden grondaanstampende bezoekers en jawel, klimaatverandering zorgen wel voor de nodige troubles in dit paradijs. Ons terrein ligt onderaan de bult en de grond
op de bult is zo hard als beton. En als het plenst, dan stroomt al het water de helling af hier op onze trainingsbaan. En dat is zelfs voor jullie wat modder te veel. Te lijf die waterstroom. Maar hoe? We leggen wadi's aan, een soort gaten in de grond waar het water naartoe kan lopen. En we planten 5000 bomen en struiken. Hiermee houden we het water vast en wordt het terrein groen. Voor de natuur goed en onze crossers kunnen we los. Ons terrein is klimaat klaar. Volg jij? Nu weet je hoe makkelijk het kan. Doe ook je eigen kleine ding. Trek een tegel eruit, plant je plantje, vergroen je gevel en hou elke druppel vast. We doen het samen, maar het begint bij jou.